Er zijn heel veel lessen die ik heb geleerd. Waar moet ik beginnen? Ik ben best wel dominant. Ik ben best wel koppig af en toe. Ik vind dat iedereen moet kunnen eten wat hij of zij wil. Ongeacht religie, achtergrond, voorkeur. Mijn droom is dat mijn producten door de hele wereld verkocht worden. Ik doe nu meer dan de vegetarisch slager. Hey, is die van Kadir? Dat wil je hebben. Mijn gast groeide op in Brabant en Brabant betekent worstenbroodjes. Alleen hij eet geen varkensvlees. Het motiveerde hem tot het neerzetten, zoals hij zelf zegt, van de Unilever van Ethnic Food. En zijn producten liggen inmiddels in meerdere supermarkten. Mijn gast Kadir Ahmed. Kadir, van harte welkom. Dank je. De Unilever van Ethnic Food. Klinkt ambitieus? Ja, ik zeg altijd, je moet groot dromen, maar je moet klein beginnen. Toen ik klein was, wilde ik twee dingen worden. Ik wilde advocaat worden, ben ik helaas niet geworden, en ondernemer. En we zijn nu een tijd bezig met onze onderneming. En mijn droom is dat mijn producten door de hele wereld verkocht worden. En wie anders dan Unilever moet je daaraan... Die moet je op het dartboard prikken. Precies, zeg maar. Moet je aan leren. Hey, en toen je klein was, mocht je geen worstenbrood eten. Dat is op zich natuurlijk gewoon dat is niet fijn, hè? Want worstenbroodjes zijn wel lekker. Ja, als er een tractatie is, dan wordt er met worstenbrood getrakteerd. Ja, Brabant is worstenbroodjes. Altijd worstenbrood. Maar er zit varkensvlees in en jij eet halal, hè? Ik eet halal. Dus dat is geen varkensvlees, maar dat komt wel iets meer bij kijken dan alleen geen varkensvlees, hè? Precies, ja, dit is eigenlijk op een islamitische manier van slachting. Dus vandaar dat ik dacht van, we moeten hier een twist aan geven. Hoe is het begonnen? Hoe begon het is eigenlijk op de klantenservice, zeg maar. Ik werkte bij een bakkerij en kreeg de vraag naar een halal sausijsbrood. Mijn leidinggevende vraag van, ja, dat verkopen wij niet. We doen alleen brood. Dat bleef spelen. Dus lokale bakken benaderd. En meerdere bakkers eigenlijk. En alleen continu weggestuurd. En één bakker zo gek gekregen om mij te helpen. En met een pilot. En die ging heel goed, zeg maar. Binnen een paar minuten hadden we 500 stuks verkocht. Worstenbroodjes of sausijsbroodjes? Worstenbroodjes. Ja, okay. Want zo'n sausijsbroodje wordt boven de rivieren verkocht. Ja, ja. Brabant, Limburg is echt worstenbrood. Ja. Vervolgens denk ik van, oké, dat is misschien toeval. Maar hoe had je die verkocht dan? Ja, gewoon via Facebook. Ik heb halal worstenbrood op mijn vriendenlijst. En iedereen kwam gewoon naartoe rijden. Ik heb ook een enorme gunfactor, weet je. Mensen gunnen ook. Ja. Vervolgens weer een tweede batch gemaakt. Weer binnen een paar minuten verkocht. Toen dacht ik van, hey, ik heb iets in de hand. Ik moet hier iets mee doen. Ja. En toen? Zo gek gekregen om door blijven produceren. En lokale C1000's echt gewoon vanuit de scratch lopen venten. Ja. Op de oldschool manier. En heel veel franchise ondernemers benaderd. Ja, omdat ja. die wat vreemd mogen inkopen. Zodoende mijn merk, zeg maar, proberen op te bouwen. Toen had ik nog een eenmanszaak. Nog geen echte merk, maar wel gewoon een logo. Vervolgens, naast mijn werk, zeg maar, in de avonduur lopen venten, in de weekenden. En nooit echt de tijd gegeven. In 2019 toch de stap genomen om te stoppen met mijn werk. Ja. En gewoon een BV op te richten en volledig hiervoor te gaan. Want 2014 was, zeg maar, het eerste Facebook-avontuur, zeg maar, met de 500 worstenbroodjes. Ja. Dus je bent 5 jaar bij je, zeg maar, bezig geweest met werk en daarnaast dit onderzoeken en uitpluizen. Heb jij, voordat je die stap nam in 2019, heb je dat allemaal zelf gedaan? Of waar heb je je informatie vandaan gehaald om in 2019 te zeggen, ik start? Ja, heel veel vanuit collega's, zeg maar. En eigenlijk was het ook gewoon gaandeweg leren. Dus heel veel bakkers benaderd, heel veel collega's. En in 2019 had ik een formal investor aan boord gehaald. Ze hebben de BV opgericht. Toen zijn we echt begonnen met Kadir Food BV. Toen zijn we echt de markt opgegaan. Ik werkte bij Sligro, zeg maar, als datamanagement. Daar werkte je toen in 2019? Ja, precies. En ik heb mijn baan opgezegd. En de week later kwam de inkoper en die zei van, ja, wij worden jouw eerste grote klant. Wij gaan jouw product opnemen. Okay. Dus toen dacht ik van, en dat is eigenlijk, zeg maar, de start geweest. En die informal investor, is die ook meteen aandeelhouder geworden? Of heeft die... Ja. En als je daar nu naar terugkijkt, ben je daar dan blij mee? Want dat hoor je vaak, hè? Dat je als beginnend ondernemer heb je geld nodig. Ja. En iemand met geld die denkt, dat is goedkoop inkopen, want ik kan meteen aandeelhouder worden. Heb je daar spijt van als je terugkijkt? Of had je het anders gedaan? Kijk, dat is heel moeilijk om te zeggen. Omdat op dat moment zat je, zeg maar, voor de moeilijke stap dat je wil groeien. Dus dan heb je investeringen nodig. Dus ik ben wel heel blij dat ik hem destijds aan boord heb gehaald. Mm-hmm. Wat ik de meeste ondernemers, zeg maar, kan adviseren. Althans, als ik kijk naar mezelf. Dan denk ik wel van dat... ik heb enorm geleerd. Dus de successen die ik nu aan het boeken ben. Mm-hmm. Heb ik mede dankzij hem geboekt. Dat die credit zal ik hem altijd geven. Alleen wat wel belangrijk is. En in mijn geval was de samenwerking niet
prettig. Inmiddels is die ook uitgekocht. Okay. Heb ik hem ook uitgekocht. Als ik terugkijk, denk ik van, het is super belangrijk, want een investering, zeg maar, als je iemand aan boord had, dat is net een huwelijk. Ja. He, dus dat duurt meestal, ja, huwelijk hopelijk meer dan 5 jaar. Maar dus dat is wel heel belangrijk, dat je met iemand in zee gaat die, met wie je kan rijmen, maar die ook open staat voor feedback. En dat je ook, zeg maar, de grotere plaatje, zeg maar, ziet. Ja. Want waar sta je nu met het, zeg maar, als we kijken naar het merk? Ik bedoel, wat voor producten heb je? Waar kan ik het kopen? Kun jij zo vertellen? Jazeker. We zijn ooit met een worstenbrood begonnen. Maar we liggen nu, we hebben nu bij Pauwens. Dus we hebben worstenbrood, we hebben frikandel, saucijzenbrood. Frikandel? Ja. Ja, dat is... kom je nou bij frikandel? Ja, kijk, dat is eigenlijk... Hallo frikandel. Hallo frikandel. Ja, maar dat is eigenlijk... weet heel veel mensen dat niet, maar ik denk dat het merendeel van de frikandel wordt gemaakt van kip, separatorenvlees. De meeste kip in de winkels zijn halal. En alleen de supermarkten die communiceren dan niet, omdat ze bang zijn van ja, de perceptie en dergelijke. Van halal, het woordje van halal. Halal, precies. Ja, ja. En terwijl het eigenlijk gewoon een miljardenmarkt is. Ik bedoel, ja. Van, er gaat zoveel om. Ja. Dus we zijn ooit met de worstbrood begonnen. We liggen nu bij de Albert Heijn met onze Bapaus. En ja, we gaan binnenkort nog veel meer nieuwe producten lanceren. Dat we nu met de Bapaus een enorme succes hebben. En waar lig je nog meer? Want ze liggen bij de Sligro nog steeds? Nee, ze liggen ook niet meer. We liggen nu met name in retail, dus bij Albert Heijn. We liggen bij Spar, we liggen bij DK Markt, we liggen bij Dirk, we liggen bij Hoogvliet. Wat heb jij geleerd als jonge ondernemer met een nieuw merk in de retail, food? Dat is me een jungle volgens mij, als je zaken gaat doen met de Albert Heijns van deze wereld. Want bedoel, je bent nog geen Unilever, zeg maar. Nee. Wat zijn de lessen die je daar de afgelopen jaren hebt geleerd? Er zijn heel veel lessen die ik heb geleerd. Waar moet ik beginnen? Ik had eerst een bos haar en nu niet meer. Nee, maar de lessen die je leert. Kijk, als je klein bent, is dat er ook heel veel kansen zijn. Dus als je gaat kijken naar betalingstermijnen en dergelijke. Kijk, retailers worden vaak gezien als boeman en dergelijke, maar dat is niet zo. Maar het zijn gewoon strategen. Het zijn gewoon, ik zeg altijd, het is Champions League niveau. Verkopen, inkopen, category management. Maar er wordt wel einde van het gesprek altijd gezegd van, ja, maar we zijn geen liefdadigheidsinstelling. Dus dan komt de cijfers. Ja, dan komt de cijfers. Dus je wordt wel altijd, zeg maar, op de realiteit gebracht. Hè? Uh-huh. En het is, ik vind het spel leuk. Dus als je het spel leuk vindt, dan is het ook makkelijker. En ik ben ook al, natuurlijk vanuit de bakkerij, hè, had ik al meerdere accounts. Dus ik was al bekend met Plus, Jumbo, Albert Heijn. Dus ik ken de wereld van retail. We hebben nu dezelfde rotaties als de private label van Albert Heijn. We doen nu meer dan de vegetarisch slager. Ja, dat is, vind ik, een schouderklop waard. Dan denk ik van, ja, dan doe je iets goed. Ja, ik zei in het begin van het gesprek al, hè, halal heeft een bepaalde associatie. Jij bent geboren in Somalië, volgens mij. Hè? Ja. Je heet Kadir Ahmed. Daar is genoeg discussie over etnisch profileren. Ja. Wat vind jij daarvan? Dat is een hele goede vraag. Ik probeer gewoon harder te werken. En die stigma is er altijd. Die negatieve perceptie zal er altijd al zijn. Ja. En toen ik ook begon, weet je, werd ik ook met argusogen aangekeken. Vaak nog merk ik af en toe dat mensen mij niet weten wat ik doe. Totdat ik zeg, je ligt bij Albert Heijn. En dan gaan de ogen inkopen. Ja. Ik geloof echt dat als je een goede product hebt, een goede verhaal hebt, dan want kijk, op hoofdkantoorniveau, dus bij de supermarkten, dan kijken ze echt niet naar een Fatima of naar een Moment of wat dan ook. Dan gaat het gewoon puur om marktcijfers, scanningcijfers en de potentie. Hè? Dus de marktpotentie. En wat je vaak in de politiek ziet en in de media, dat wordt vaak een beeld gecreëerd die zeker wel aanwezig is. Maar de tendens, wat ik zelf zeg maar meemaak, is dat... Tuurlijk maak je dingen mee. Of ik heb een bus, ik rijd met mijn bus, met mijn logo erop. Ik zie heel vaak van wat er speelt in de samenleving door gewoon alleen naar buiten te kijken. Dus je hebt mensen die zwaaien, weet je, die zitten in een goede bui. Of meestal, weet je, vinden ze dat ook leuk. En de kinderen met name. Ja. En je hebt ook soms mensen dat ze denken van wat gebeurt hier nou, weet je. Dus ja, Nederland is aan het ontwikkelen. Hè? En dat zegt de CBS ook. We hebben nu 70 miljoen Nederlanders. En inmiddels is meer dan 25% van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Yeah. Weet je, food verbindt. En dat is ook onze missie. Hè? Happy food voor iedereen. Mm. Wij vinden dat iedereen moet kunnen eten wat hij of zij wilt. Ongeacht religie, achtergrond, voorkeur. En als je dat zeg maar in hoofd houdt, dan gaat alles aan de kant. Dus eigenlijk wat je wil is dat, zoals een vriend zei, van ik was op een terras en iemand vroeg naar een worstbrood. En toen zei iemand, hey, is die van Kadir? Dat wil je hebben. Ja. En dan heb je het bereikt, zeg maar. Maar voet op aarde, weet je, beide benen op de grond. Wij focussen op food. En we zijn nu hevig aan het investeren op convenience. Dus met name to go. We zien dat er een enorme markt is. Ja. En je ziet ook dat de, met name de
tweede, derde, inmiddels de vierde generatie, maar voornamelijk de tweede, derde generatie hoog opgeleid zijn en die willen niet meer koken. En die, weet je, die willen ook een snack onderweg. En ja, dat is de discussie die ik met de retailers heb. Ik zeg van, wij kunnen nu alleen een kaasbroodje eten. En ja, maar we hebben ook een vegan alternatief. Ik zeg maar, de islamitische consument is niet een vegetariër. Mm-hmm. Die is een flexitariër. Mm-hmm. Dus die eet zowel vlees als vega. Mm-hmm. En daarnaast wil je natuurlijk ook een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Dus je wil in je productassortiment, hè, dus in je assortiment wil je ook een breed assortiment hebben voor ieder wat wils. Mm. En daar zijn we nu mee bezig om hun ook daar te... En je ziet dat er ook gewoon heel weinig kennis is. Mm. Hè, dus nogmaals, de focus is food. En eigenlijk willen we, dat is de droom dat we op elke categorie... willen wij eigenlijk een product hebben. Hey, en flitsbezorgers, ben je daarmee bezig? Want als je het hebt over convenience en to-go, is natuurlijk, en je pakt een wat jongere generatie, die gasten die bestellen natuurlijk allemaal via die flitsbezorgers. Dus lig je daar al? Ja, nee, we zijn nu met Gorilla zijn we in gesprek. Die willen het product opnemen. Die hebben nou een deal met Jumbo. Dus ja, dat is heel makkelijk. Precies, ja. Dus bij Jumbo gaan we binnenkort lanceren en dan ook meteen bij Gorilla's. Flink zijn we nu ook mee bezig. Die willen het product opnemen. En ja, dat is een enorme markt. Zie jij als een rolmodel, jezelf? Nee, ik zie mezelf gewoon als Kadir, zeg maar, die opgegroeid is in Brabant, zeg maar. En een droom had, een visie had. En ik ben nu bezig, zeg maar, met mijn producten, zeg maar, te vermarkten. En vanuit buitenkant, weet je, zien ze mij wel als een rolmodel. Maar ik probeer altijd gewoon nuchter te blijven. Zie je geld? Ja. Je kan er een boterham van betalen. Ja, of een worstbroodje. Ja, ik kan een worstbrood van betalen. En gewoon mijn salaris betalen. En alles wat we, zeg maar, nu verdienen, stoppen we nu terug in de toko. Ja. En ik zie vaak, we groeien jaarlijks gewoon met 100% gelukkig. En dat probeer ik nu ook af te remmen. Omdat je kan wel heel hard groeien. Maar je moet nu ook goed kijken aan een team bouwen. Dus we willen nu echt een team aan het bouwen. En ook nu een deel van de productie zelf gaan doen. Het is een hele andere tak van sport. Nu met die hele oorlog natuurlijk en alles is dat natuurlijk een beetje op laag pitch gekomen. De prijsverhoging en dergelijke is nu sky high. Dus nu is het niet de tijd om een bakkerij over te nemen. Maar we gaan gegarandeerd gaan naar bedrijven failliet en zijn er kansen dadelijk. Want we merken dat supermarkten met name met de source zaken willen doen. Hè, dus bij de bron, dan bij een tussenpersoon. Want dat zijn we eigenlijk in feite. Ja, ja, waardoor je de kwaliteit constant kan maken ook. Precies. En zeker met halal wil je natuurlijk wel, is het een gevoelige vanwege de geloof. Dan moet je gewoon geen kinkel in de kabel hebben. Dus je moet wel alles, zeg maar, super van de grond hebben. En we worden echt wekelijks worden benaderd door formal investors. Dus ja, dat is ook altijd een beetje spannend. Dus ik spreek met iedereen ook en ik vind dat je dat zeker moet doen. Alleen nu weet ik natuurlijk van wat ik eerder heb meegemaakt, van wat ik nodig heb en wie ik daarvoor het beste kan gebruiken. Ja. En nu weet ik ook dat geld alleen niet alleen belangrijk is. Mm. Maar een netwerk is belangrijk. En ook voornamelijk, weet je, kan ik met zo iemand, kan we van beide elkaar iets aan. Ja. En ik ben best wel dominant, ik ben best wel koppig af en toe. En ik weet heel goed wat ik wil. En dat. Ja, dat gaat soms, wordt dat, zeg maar, gezien als, deze mannetje, weet je. Maar ik vind dat dat goed is, weet je. Ik bedoel, van iedereen heeft een karakter. En ik ben zeker coachbaar. Alleen, ik weet heel goed wat ik wil. Mm. En dat moet altijd, dat is altijd spannend of dat rijmt met elkaar. En we gaan zien wat de toekomst zich mee brengt. Ja, want als we tot slot over die toekomst hebben, hoe ziet de toekomst van Kadir's eruit, denk je? Schat hem eens in, voorspel hem eens. Ik wil binnen 5 jaar, dat als onze doel is, dat we binnen 5 jaar in de grootste Europese supermarkten liggen. Ja. Dus de next launch, wat we willen, is de UK-market. Gigantische markt. Ik krijg nu al aanvragen vanuit daar en vanuit België liggen we nu met Albert Heijn. Liggen in 21 filialen van Albert Heijn in België. Nu we met Jumbo bezig zijn, zien we daar ook heel veel potentie. Met name ook bij Delahaize, die nu de fusie heeft met Albert Heijn. Duitsland zien we ook enorme potentie, maar Frankrijk ook. Vanwege die grote groep mensen met immigranten, zeg maar, achtergrond. Ja. En kijk, als je in Engeland gelanceerd bent en succesvol bent en in Duitsland, dan kun je de wereld aan. Dus we willen Europa, zeg maar, in. Omdat wij denken dat wij gewoon heel veel potentie hebben en gewoon goede kwalitatieve producten hebben. En als Unilever over 3 maanden op bezoek komt en die zegt, Kadir, leuk al die plannen, maar als je ze 10 keer zo snel wil doen, dan verkoop je die hele hut aan ons, word je onderdeel van Unilever. Er zijn meerdere merken die dat gedaan hebben. Je noemde straks al vegetarische slager. Is dat een optie? Ik haal altijd de deur open. Ik bedoel van, er is altijd een mogelijkheid om te praten. Alleen, ik bedoel van, ik ben nu bezig met een exit-strategie. Ik
vind het veel te leuk om te ondernemen. Ik ben 33. Ik wil nog zoveel dingen doen, zoveel producten ontwikkelen en zoveel dingen leren. En ja, kijk, met een partij zoals Unilever is het altijd wel interessant, omdat ze natuurlijk op R&D-niveau en internationaal netwerk natuurlijk enorm potentie hebben. Dus je hoeft niet per se je token te verkopen. Ze mogen ook een minderheid hebben. Ik bedoel, van dat is altijd wel mogelijk. Alleen, ja, ik wil nog veel. Ik vind het veel te leuk om te ondernemen. En er zijn nog zoveel dingen te realiseren. En we hebben nu meer dan 400 verkooppunten. Als je dadelijk een paar duizend verkooppunten hebt, dan wordt het ook interessanter om met dat soort partijen te praten. Want dan zien ze echt de schaal natuurlijk. Dus nog even zelf doorbouwen. Even zelf doorbouwen. En vooral plezier en mooie producten ontwikkelen die impact hebben. Want dat is wel belangrijk. Dat zie je ook met de Bapau. Dat was er niet. Dat hebben we nu vorige maand meer dan 30.000 verkocht. Ja. Dus meer dan 1.000 op een dag. Komt ook natuurlijk door het Ramadan. Dus dat scheelt ook een beetje. Heel veel impuls aankopen. Maar dat zijn mooie dingen dat je kan realiseren. Dat je een product hebt, de visie hebt en ook een geloof in hebt. En dat het ook resulteert in cijfers. Ja, dat is waanzinnig. Ik wens je daar heel veel succes mee en vooral heel veel plezier, Kadir. En dankjewel dat je mijn gast was. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken of luisteren naar weer een prachtig ondernemersverhaal. En denk je nou, daar wil ik er nog wel meer van zien. En je zit op YouTube, blijf dan even hangen. Over een paar seconden twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast, dan zou ik zeggen, luister vooral naar meer podcasts op 7D2. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.